จกต์ของวัดตอนแรกว่าเราจะบูรณะเดือนกุมภาตอนนี้ไม่ทันแล้วEven iets verder vertellen nog over de status van het project net. Nieuw, dus de renovatie van de tempel. We hebben op het moment dat ik op vakantie was, is de grondaankoop gedaan. Dus er is grond gekocht hiervoor een stukje. En aan die kant van de tempel. Ik meen het was begin november is dat getekend bij de notaris. Dus dat ze de grond hebben opgenomen. Verder is 1 november is de vergunningsaanvraag richting de gemeente gegaan. Ze hebben een termijn van 8 weken waarin ze je eigenlijk de vergunning moeten geven. Of in ieder geval laten weten of het wel of niet goed is. Zij kwamen net voor de kerst terug bij de aanvrager. Het gaat via het architectenbureau die de aanvraag doet. En er was iets met brandveiligheid wat ze nog wilde weten. Het punt was alleen dat daardoor is de procedure is verlengd. Want ze zeiden die procedure die heeft een ander pad. Het is alleen wel zo dat de vergunningsaanvraag voor de bouw, dat werd toen aangegeven door de gemeente, die loopt geen vertraging op. Dus we verwachten nu aankomende week of de week daarna dat de vergunning, ja, ik denk dus gewoon goedgekeurd wordt. Op zich is alles door de schoonheidscommissie is het goedgekeurd. De raad staat erachter. Men was erg enthousiast gewoon over het gebouw zoals het eruit ziet. Alleen, het is nu nog het wachten op het definitieve vergunning dat hij binnenkomt. Dan